Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wil zich richten op een beter prijzenbeleid. Dat moet resulteren in intensievere controles in alle districten. Minister Ismakul Diep Singh gaf een uiteenzetting van het uitgevoerd beleid de afgelopen 2 weken dat zou hebben gezorgd voor lagere prijzen van basisgoederen in de winkels. Kuldeep Singh gaf voorbeelden van de basisgoederen die zijn gewijzigd in prijs. Aardappelen per kilo is van 15 naar 12,50 gegaan. Uien van 15 naar 12,50. Spijsolie, bonlife van 89 naar 69,50. En knoflook van SRD 60 naar 43. We zien, voorzitter, dat het werkt. Die controle werkt wel. We gaan niet alle winkels kunnen aangeven, maar in vele winkels dat we hebben gecontroleerd, hebben we deze prijzen aangetroffen. Suriname bestaat inderdaad niet alleen uit Paramaribo, Wanica en binnenland, voorzitter, zoals hier was gevraagd, maar ook uit andere verre districten die wij, wanneer wij controle doen, die ook zullen aandoen. Wanneer ik hier in uw college het prijzenbeleid uiteenzet, voorzitter, bedoel ik geheel Suriname. De bewindsvrouw zegt dat er op de conceptbegroting voor 2022 landelijke controlewerkzaamheden zijn begroot. Momenteel, voorzitter, vanaf mijn aantreden 3 weken geleden, kijk ik naar 29 ECD'ers die landelijk moeten opereren en 2 halve auto's. Maar ik kan u garanderen, voorzitter, dat het werk voortgezet zal worden en dit zal binnenkort veranderen. Op de vraag over goederen geprijsd in vreemde valuta kan ik u mededelen dat volgens het prijsaanduidingsbesluit, staatsbesluit 1998 nummer 15... Artikel 6 en 7, goederen die ten verkoop worden aangeboden in de Surinaamse dollar aangeduid dienen te worden. Op de vraag wanneer de prijslijsten van de basisgoederen geplaatst zullen worden in de winkels, kan ik u meegeven dat deze lijsten reeds aanwezig dienen te zijn en 2 wekelijks al gepubliceerd worden. Ze moeten dus elk moment geplakt zijn in de winkels. De minister gaf aan dat ze de bezorgdheid vanuit de samenleving heeft aangehoord over vrouwelijke hygiëneproducten zoals mandverband. Deze zullen binnenkort ook op de basisgoederenlijst worden geplaatst.